De Heer zij met u. En met u. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus. Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het rijk der hemelen. Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het rijk der hemelen. Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt en lastelijk van allerlei kwaad beticht om mijnentwil. Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. Woord van de Heer. Alle heiligen, alle heiligen. Wie zijn dat, al deze heiligen? Natuurlijk voor eerst de Alheilige, de Moeder Gods, Maria. En dan noemt de liturgie de engelen. Zeker, ook zij horen vandaag helemaal bij. En dan komen die groepen van heiligen uit de vroege kerk, die overigens uit de hele geschiedenis van de kerk blijken te zijn. De martelaren, de maagden, de belijders, de monniken, de kluizenaars, de asceten. Al diegenen die hun leven helemaal hebben prijsgegeven aan de omvormende liefde van Jezus. En zo kunnen we verder gaan met diverse groepen te noemen. Niet in de laatste plaats ook de gehuwde heiligen de eeuwen door. De kindheiligen die er zijn geweest en ongetwijfeld nog zijn. Zijn heiligen die op de kalender van de heiligen zijn terechtgekomen. En in tegenstelling tot het nieuwsbericht dat vermeldde vanavond dat dat er ongeveer honderden zouden zijn. Nee, dat zijn er duizenden op onze heilige kalender. Elke dag heel wat en dat heel het jaar door. En dan zijn er die heiligen die er eigenlijk op hadden moeten staan. Of die er zo snel mogelijk op dienen te komen. Denken we aan Friedrich K. von Spee bijvoorbeeld uit de 17e eeuw die zich zo verzet heeft tegen de heksenvervolging. Of denken we aan Paus Pius XII, denken we aan Léonie Martin, de zus van Thérèse Martin en natuurlijk Martin Robin. Al deze mensen verdienen hun plek ook op deze kalender der heiligen. Maar het hoogfeest van vandaag wil vooral ons ook bewust maken dat er heel veel mensen in de hemel zijn die nooit op die heilige kalender zullen verschijnen, maar die evenzeer heilig zijn, omdat ze in de hemel zijn. En we komen alleen maar in de hemel als we heilig zijn. Talloze mensen zijn daar, wellicht mensen die wij zelf gekend hebben, waarvan wij een innerlijke overtuiging hebben, die hebben zo Christus toebehoord, die zijn zo gezuiverd hier op aarde en wellicht een tijd in het vage vuur, die zijn nu al helemaal bij God. En als we aan zulke mensen denken, mag er ook wel degelijk iets van die vreugde die zij daarover bij Jezus beleven in ons hart zelf komen. Het is een vreugdevol feest vandaag. Onze vreugde omdat al deze broeders en zusters er al zijn, al bij Jezus zijn. En de vreugde die ze daar beleven bij de drie-ene God, daar gunnen ze ons ook vandaag iets van. En natuurlijk een vreugde, omdat deze mensen zich door de Heer laten zenden om voor ons te bidden, om over ons te waken, ons te helpen die weg van de heiligheid te gaan.
Wat is die weg van de heiligheid? Jezus laat het doorklinken in de zaligsprekingen. En het is opvallend dat hij daarin twee bewegingen aangeeft. Een actieve beweging en een passieve beweging. Actief in de zin van dat wij met de hulp van de geest barmhartig moeten zijn. Dat wij moeten streven naar de gerechtigheid, vrede moeten stichten. Wij moeten onze stapjes zetten. Maar die andere beweging is passief. Jezus die zegt dat mensen vervolgd worden omwille van de gerechtigheid. Ze ondergaan dit. Er zijn ook die treuren, ook dat ondergaat men. Het is niet alleen een actieve inzet, maar het is ook het passieve, het gezuiverd worden. En dat is precies de overstap die zal gebeuren bij het oordeel als we Jezus zien vlak na ons sterven. Dan, als de Heer ons toelaat daartoe, zullen we ons helemaal prijsgeven aan die passieve zuivering, het vage vuur. Alles wat we in dit leven hadden moeten laten wegzuiveren, maar dat niet hebben laten doen, wordt daar weggebrand in de barmhartige liefde van Jezus. Het kan een lange weg zijn, maar de vreugde die ten diepste daar is, weten we dat het eind van die weg de hemel zal zijn, de heiligheid zal zijn. Thuiskomen bij God. En zo is het vandaag het feest van het thuiskomen. Morgen bidden we speciaal voor de zielen die in dat vage vuur zijn. Al met al moet het ons doordringen dat we niet te snel in de hemel komen. En het is dan ook niet erg gepast om bij een uitvaartplechtigheid of wat dan ook te snel te zeggen dat iemand al in de hemel bij God is. Nee, bidden. En het offer laten opdragen aan het altaar. En zo diegene helpen om zich steeds meer open te stellen voor die zuiverende werking van Jezus. Waarmee de vreugde door kan breken die uiteindelijk overgaat in die eeuwige vreugde daar in de hemel. Op 1 november 1940 werd Adrienne von Speyer opgenomen in de katholieke kerk. Ze was toen 38 en al die jaren had ze gezocht naar de volheid van de liefde van God. En ze had hem gevonden in de volheid van de katholica. En zo wordt ze katholiek. En ze koos zelf deze dag uit van 1 november, zonder enig vermoeden hoe bepalend dit zou worden voor de rest van haar leven. Want toen ze eenmaal binnen de katholica was, heeft Jezus haar overladen met gaven van de Heilige Geest. En een van de charisma's die haar geschonken werd, was een vertrouwvolle omgang met de gemeenschap van de heiligen. Zelfs zozeer dat Jezus op een bepaald moment tegen haar zegt, jij mag evenzeer in de hemel leven als je nu op aarde leeft. En dat maakte ze ook van tijd tot tijd mee, dat het was alsof ze daar tussen de heiligen was in de hemel. En sommigen herkenden ze, want die waren ofwel aan haar verschenen, ofwel ze had erover gehoord. En dan wisten ze ineens, hé, dat is de pastoor van Ars en dat is Ignatius van Loyola, want die was al vaker aan haar verschenen. Hildegard kwam ze tegen, die ze zeer vereerde. Ze zal later op de gedachtenis van Sint Hildegard sterven. En zo mag ze daar iets beleven van die vreugde in de hemel. Wat ze ook nodig had, omdat ze hier op aarde in de diepste duisternis van de verlatenheid van Jezus werd geplaatst. Die uiterste die zij moest beleven, om zo ook ons daarvan bewust te maken. Maar wat ze daar ziet in de hemel is eigenlijk heel erg mooi. Het valt daar op, zegt ze, dat de mensen daar wel even met elkaar praten. Maar eigenlijk door dat gesprek heen elkaar meteen weer richten naar Jezus toe. En dat is geweldig, zowel het feit dat daar met elkaar gepraat wordt. Ze vertelt ergens dat ze de pastoor van Ars naar Ignatius ziet toelopen, omdat ze met elkaar moeten overleggen hoe een zondige ziel op deze wereld het best geholpen kan worden. Maar als ze dan dat overleg hebben gehad, keren ze elkaar weer naar Jezus toe. En dat is precies de hemel. In Christus zullen we daar elkaar ontmoeten, maar in die beweging elkaar ook weer direct naar Jezus toe wijzen.
Eigenlijk is dat ook de diepste betekenis van de vredeswens in de heilige mis. Dat mag nooit een onderbreking zijn van onze voorbereiding op de Eucharistie. Maar het is eigenlijk elkaar even die richting uitwijzen door de vrede van de Eucharistische Jezus toe te wensen. En te zeggen, ik hoop dat je hart zo open en vredevol is dat de communie straks vruchtbaar mag zijn. In de hemel is die beweging dus altijd naar Jezus toe. En als er iets van de hemel op aarde te vinden is, dan is het in deze beweging. Dus bovenal in het vieren van de Eucharistie. Want de Jezus die in de hemel is en daar als lam wordt aanbeden door al die heiligen, is straks hier op het altaar dezelfde Jezus. En dan keren wij ons ook allemaal naar hem en oefenen we al een beetje de hemel in. En mogen we iets proeven van de vreugde van de hemel. En dat is dat we in verbondenheid met de grote gemeenschap van de heiligen, in verbondenheid met de grote kerk, de katholica, gericht mogen zijn naar Jezus. Hem mogen ontmoeten, meer nog, hem mogen ontvangen in ons hart, dankzij zijn zelfgave in de heilige Eucharistie.